grondvesten al het Gaikinga, jonker en edele van Warfhuizen en Zuidhorn. Zo, we zijn er. Eerst een korte pauze. De paden drenken, de bandenspanning controleren en dan weer snel naar Hassels. Maar eerst wil ik eindelijk wel eens weten... Ja, rustig maar, alles op zijn tijd. Ach ja, de voorvaderlijke borg te Hassels. Het is alsof ik hem hier voor me zie. Nee, niks anders op zijn tijd. Nu. Ik ben speciaal voor jou naar Oberhausen gereisd om je vanaf daar te begeleiden en te vergezellen. Alsof je zelf de weg niet kunt vinden. De hele weg heb je geen moe of ba gezegd en heb je alleen maar oog gehad voor je koffertje hiervoor. Ja, natuurlijk ken ik de weg op mijn duimpje. Maar een adellijk gezelschap leek mij wel passend voor mijn waardigheid en mijn nieuwe statuur. Haha, waardigheid. Alsof een omhooggevallen koopmanszoon van hoogdraad een edel gevolg zoals ik verdient. Een beetje meer respect alstublieft. Ja. Respect is wel op zijn plaats, ja. Ah, nu breekt mijn klomp. Meneer is een paar weken bij zijn broertje in Wenen op bezoek en hij spreekt zijn eigen moerstaal al niet meer. Voilà. Maar de zaken nu. Wat heb je in Wenen allemaal uitgespookt, broer? Zaken, mijn beste zwager. Zaken. Je weet, wij zijn zeer gezien aan het keizerlijk hof in Praag en Wenen. Zijn de keizerlijke majesteit, zijn lieftallige echtgenoten. Geen dotjes van kinderen. Enige mensen. Je bedoelt, sinds je broer Menold zich als braaf ambtenaar omhoog gelegd heeft, heb je een mooie kruiwagen om de Grand Seigneur uit te hangen. Lekker van eten en drinken zeker. Daar is Praalhans keukenmeester. Zo kan hij nou alweer. Wil je nou weten wat zij de keizerlijke majesteit mij aan ereblijken vergund heeft? Die van de glorie op mij en mijn huis en mijn naaste verwanten zal afstralen, of niet? Nou, nee. Ja, natuurlijk, beste zwager, vertel op. Ik ben wel toch een en al oor geworden. Geen van je jechten, Teddy. Aha. In het jaar onzes heren, de 16e dag van de maand november 1604, wij, Rudolf de Tweede, van Gods genade, keizer van het Heilige Roomse Rijk, te allen tijden vermeerder des Rijks, in Germanië tot Hongarije, Bohemen, Dalmatie, Kroatië en Slavonië, koning, hertog van Bourgondië tot Brabant, Stiermarken, Carinthië, tot Eerwijn, tot Luxemburg, tot Württemberg, Opper- en Neder-Silesië, vorst van Zwaben, markgraaf van het Heilige Roomse Rijk, tot Burgau, tot Marhem, Boven- en Nederlangwitz, voorreesgraaf tot Habsburg, tot Tirol, tot Veer, tot Rieburg en tot Görz. Enzovoorts. Ja, van Fior, Menkeveer, een tweede gast op een Nijveense bond, klaar. Enzovoorts. Even een stukje skippen. Enzovoorts. Landgraaf in Elzas, heer op de Wendische Mark, tot Portenaar en tot Zalm. Bekennen. Openbaar met deze oorkonde
en toen komt alle man dat wij uit grootskeizerlijke hoogheid en waardigheid, waarin ons de Almachtige met zijn goddelijke wil gezet heeft overgegeven, van de goedheid, erven kost van landen die van eer. In naam en stam in nog hogere eer en waardigheid te betonen, welke zijn voorstaande zijn van alle eerbare wetenschappen. Adellijke goederen hebben verschaft, wandel en wezen betrachten, ook onze heilige kerk en ons loffelijke huis Oostenrijk, voor andere getrouwe, bestendige dierbaarheid, gehoorzamelijk en aanhankelijk bewijzen, van wie wij wettelijk aangezien hebben, de eerbaarheid, bestendige dienstbaarheid, redelijkheid, ervarenheid, aangeboren adellijke goederen, ruiken en verstand, waarmee onze en onze rijk geliefde en getrouwe Warmold Hillebrandus vanwege zijn getrouwe, gehoorzame en bereidwillige dienst door hem en zijn voorouders aan het rijk getoond hebben. Zijn voorouders, staat dat er echt? Adellijke goederen, aangeboren ook nog, staat dat er dan ook? Zonder Ipex en doe het zelf, kalligrafie? Verrek, hoe is het mogelijk? Ik zou toch zweren dat ik erbij was toen je nog maar 6 jaar geleden op een boeldag jezelf een voorvaderlijk kasteel aanschafte met veel geluk en de nodige financiële hulp van je schoonvader, die ook al zo'n goede relatie met een koning had, althans dat moet wel als je ziet hoe hij zijn zakken heeft kunnen vullen. Pa heeft daar hartstikke hard voor gewerkt. En als hij naar het buitenland was geweest, had hij nog veel meer verdiend in het zakenleven. En niet meer dan terecht dat het huis van Hillebrandus in volle eer en glorie hersteld is, nadat het 200 jaar geleden door de schierigers, of de verkopers, daar wil ik van afwezen, van haven en goed verdreven is. Verboden werd hun adellijke naam te voeren, hun wapen gebroken, teruggebracht. Haha, vandaar dat je vader met garen en bandjes langs de deur. Niks garen en bandjes. Een internationaal gevierd zakenman was hij. Een business tycoon. Ha, als mijn goede vader dit toch had mogen meemaken. O ja, dat is ook zo. Jouw vriend Rudolf, de keizer, kennen we nu, hè, omdat hij in iedere plek die je hebt genoemd een keer uit het rijtuig is gestapt. Maar vertel, wat heb jij gekregen? En willen dat de meer gedachte Warmold Hillebrandus zijn wettenerven en erfenserven, man en vrouw, persoonlijk en voor eeuwig, net als alle andere riddermatige edelieden, zal voortaan de voordelen, rechten, gerechtigheden, gewoonten, gezelschappen, gemeenschappen en verheffing in de stand en graad des adels, zowel als het adellijk wapen en kleinood, als mede het recht om het koning te zegenen, enzovoort. En als Thank you.
Dat is, als dat mijn vrienden is. Ja, dat dacht ik ook. Hou gauw met die, want ik heb u dat last van Lutten van deur is. Ja, maar ja, als ik uitloop, dan heb ik geen zeuk meer. Uitloop, dat is goud. Wat ben die plan, Beuren? Nou, eerst de woorden, hè. Dat liep niet duidelijk. Dus u wist echt, kan ik zeggen, een vrienden is altijd nummer 1, of? Nog gewoon wel vernoemd, ja. Gouden Noos die start, een grote man, een man die al een half seizoen bij paard is voor het toneel van zijn werk, als acteur in de, ja, naam staat, in de hoek van Roodman. En hij wil even wat vertellen. Ik geef je de microfoon. Ja, nou, ik wil wel even wat vertellen over Hardloper Huizinga. Hardloper Huizinga, hij presteert om een wereldrecord op zijn naam te zetten. In 1915 en in 1916. Het was de tijd van de Eerste Wereldoorlog en hij was slogersknecht. Hij luidt met vlees op nek en op zijn rondje kwam hij bij het Engels kamp. Ja, zo heet dat nou nog, hè? Engels kamp. Daar werden Engelse soldaten, die zaten er vast en die waren aan het hardlopen. En hardloper Huizinga, die bleef stom kieken. En ik kwam een gast door hem te houden die zei, we stonden daar zo te kieken. Hey, what are you looking for? Een Engels, ja. En hij loopt en zei, ja, weet ik veel, ja, ken ik met nou? Oh, dat is met nou. Dat is goud. Zet die vlees maar neer en kom maar met. En ik luid met. En met die Engelsen, die waren aan het hardlopen, daar hebben ze wel voorkeur doen. Maar ze waren behoorlijk traind. En ik en mijn gewone slogers kloffie erachteraan. En ja, het was maar één. En ik al zo een pool van die lui in. En ja, man, maar bliksem, dat ging haas. Kop knapte niet zo wat. Maar, ik kwam veurteling. En ik dacht, ja, fusset wil je denken. Die gast is wel kapot. Even rustig aan, even kalm, man, even weer op orde komen. Komt die einde weer dichterbij. Spoor achter de poest. En ik dacht, hij gooit me nooit voorbij. Nee, dus ik hol alles eruit. Kop knapte niet zo wat. Maar ik had won. Ik had gewonnen op 20 meter voorsprong. En hoe dit iets, ik mijn handjes geef mezelf. Wel best, hoe komt het vandaan? Nou, dat waren de beste gasten. Ik mocht ze wel lien. Ja, die Engelsen. Nou ja, en op een gegeven moment kwam ik aan tegen. Harry Muda, mijn trainer. En die heb ik zo ver beoogd dat ik ook met dan kon met Olympische spul. En ja, ik heb er al wat pokkeld en al wat traind. En ik heb voor mijn goal gekregen om dus een wereldrecord op mijn naam te zetten. 2 uur, 32 minuten en 40 seconden. Sneller als we gaan. Ja, dankjewel. Maar, over mijn life wil ik het niet te veel hebben. Dat is beurt, dat is doen. En daarom loop ik nou hard. En ik ging er allemaal vergeten. En dan gooi ik door een pien in. En dat moet me allemaal niks hoezen. Want hardlopen, dat zie je, maar stilstand geeft probleem. Steve, bedankt! Dankjewel. En Meurt, kom kijken, maar dan loop ik de 4 mijl. Ik heb het al wel voor gedaan, dus Meurt, neem kijken op zondag, 4 mijl. Alsjeblieft. Dankjewel. Beste. Steve, bedankt. Dit was Erik van Waak en hij speelt een stuk over hardloper Huizinga, dus holde weblauw blogsport in de hoek, dat is een weblauw. Daar bij de waterkant.
Daar ben je